de La EPA. Mevrouw het Hart. Ja, een dagje werken in Pieterburen met die gezellige zeehondjes. Hokken schoonmaken, poep ruimen en dode vis voeren. Het is goed. Mijn salaris. Nou, voor u wil ik het... Oh, u werkt alleen met vrijwilligers. Nou, dan verdienen we een dagje niks. Ik ben op weg naar een vrouw met een groot hart. En ze heet ook het hart, Leni het Hart wel te verstaan. Zij is de vrouw die het plaatje Pieterburen internationale bekendheid gaf door zich als een ware Moeder Teresa al 30 jaar in te zetten voor het lot van de zeehond. Vandaag is een heugelijke dag, want straks worden er een aantal opgeknapte zeehondjes losgelaten op Terschelling. En ik mag helpen. Maar eerst moeten de eigen beestjes nog even gevoerd worden en verzorgd. En dat zijn er een hoop, heb ik me laten vertellen. Hallo. Hallo. Ik meld mij voor dienst. Leni. Hallo, Mileen. Goed. Een hoop beesten, die ganzen, die waren een beetje boos. Ja, gaan het, die moeten, het gakken. Ik ben een beetje gak. Dus we zijn laat. Ze moeten eten hebben. En iedereen, en de hond doet altijd mee. Kom maar, dag, we gaan hoendies. Eerst naar de schapen. De liefde geldt niet alleen voor zeehonden. Nee. Oh, dit zijn echt maar... Alles wat leeft is goed voor het hart. Dit zijn zulke schatten, hè? Maar dan moeten ze nog hooi. Kijk, oh, ja, wat, dat mag je wel even doen, maar dan moet je daar tussendoor. Oh, wat heerlijk het boerenleven, mevrouw de Hart. Nou, dat hoeft niet zo. Je kunt er in één keer zo... Boem, goed, ze moeten goed in, anders kunnen ze er niet goed bij. Zo. Waar zitten de varkens? De varkens zitten hier, maar... Ik ben dol op varkentjes. Oh, die zijn zo leuk. Hier, varken, ja. Eet. Onder zijn snoetje houden. Zo, kijk, lekker macrobiotisch notenbrood. De ganzen waren ook boos. Ja, volgens mij hebben die ook honger. Ja, maar die zit achter ons aan, hoor. Dan moet je voorzichtig zijn. Hans is een beetje opgewonden. Die vertrouwt het helemaal niet. Maar kijk, hij blijft steeds vol grietje. 'S Morgens voordat ik naar mijn kantoor ga, tussen haakjes, dan ga ik eerst even langs de dijk en dan ga ik even kijken of alles goed is met de zeehonden. Of ik ga je helpen. Ja, want anders ben ik zo laat. Want ik heb vandaag ook nog budget bespreken. Ja, ik ben slightly overdressed voor de mountainbike, maar dat maakt niet uit. Ja, liefde voor de natuur. Daar moet je wat voor over hebben. Ah, help! Als ik te door ben, moet je hem ook weer dicht doen. Ja. Een wild rooster. Ik zie geen zeehonden. Waar zijn die dan? Die liggen op de zandbank. Dan moet je gewoon verder kijken. Dus we gaan er even uit. Wat mooi, hè? Weet je, ik wou altijd met de ganzen mee. Laat je dat ook niet, hoor? Moet je eens kijken hoeveel dat er nog op het wat zitten. Meevliegen? Ja. Waar naartoe? Rotganzen. Ja, zomaar weg. Waarom? U vindt het toch leuk hier? Oh, maar vind je dat niet? Heb je dat niet als ik in de winter en als ik dan in de herfst al die vogels zie trekken, dan wil ik ook trekken. Wil ik ook met die ganzen mee. Af en toe moet ik gewoon even... We hebben hier wel veel regels in ons land. En af en toe moet ik net even als die vogels even niet me aan de regels houden. En dan moet ik even naar een ander land. Gewoon even weg. Maar dit doe ik dan 's morgens hier. Want je weet, hier vind je dan dus zeehonden. Die zeehonden worden daar geboren, ja. Daar op die punt. En als ze hun moeder kwijtraken, ja, dan zijn ze aan het zoeken. Welk dom diertje raakt nou zijn moeder kwijt? Nou, het is geen dom dier. Het is een eigenwijze zeehond. En die jongen die gaan alleen dan, als moeder slaapt, dan denkt dat jong van ik ga leuk even zwemmen. Maar je doet dat nou al 30 jaar bijna, hè? Ja. De ja. Zeehonden. Wat, ja. Is nou, wat is nou de grootste drijfje om zo lang... Zo lang te strijden. Nou, je doet het omdat je schuldgevoelens hebt tegenover toch wel de natuur. En in dit geval tegenover de zeehond. Als ik zo'n volwassen ziek dier bij ons krijg, dan denk ik van nou, natuurlijk gaan er altijd dieren dood. Maar de manier waarop ze nu doodgaan,
Nou, dat hebben wij veroorzaakt. Maar u koopt de schuldgevoel dus af eigenlijk een beetje ermee? Ja. Door te proberen nog iets voor ze te verbeteren en het ook weer om te draaien. Bent u een gezondheidsfreak? Ja. Nou, niet gezondheid, maar ik zie dus dat we met al die gifstoffen die we gebruiken, dat gewoon niet goed is. Ik zie het aan de zeehonden. Dus vandaar... Wat hebben ze enge dingen, hè, die zeehonden? Ja. Longwormen. En... Het heeft te maken met het immuunsysteem. En die wordt aangetast door de vervuiling. Nou, dat krijgen wij ook, natuurlijk. Hebben wij ook al, denk ik. Dat moet wel. Als de zeehonden het hebben, hebben wij het al. We moeten naar de zaak. Ja. Naar de crash. Naar de zaak. Naar het epicentrum van de zeehondenhulp. Ja. We hebben een hoofd voor het bezoekersgedeelte. We hebben een hoofd voor de zeehondenzorg. En een hoofd voor de financiën. En hebben we ook een hoofd sponsoring? Nee. En waarom niet? We hebben er geen geld voor. Dus zeg maar dat financiële plaatje, dat is nog niet optimaal? Nee, oh nee, dat is een en al zorg. Hier zitten Linus en Gerard. Gerard was nogal ziek. Kijk. Deze ligt op zijn rug. Kijk. Dit kleine Ukkie. Dit is onze zorg, een zeehond. Oh ja, die ziet er helemaal niet goed uit. Nee. Oh, nou, dat is zielig. Dan moet je toch eens zien. Dat is nou een volwassen dier. Dit is zo erg. Oh, dat gaat niet goed, hoor. Ja, we hopen gewoon dat het wel werd. Er zijn ook nog collega's van jullie. We hebben nog een Franse tv. Oh, de ploeg. Franse ploeg. Ja. Bonjour, ça va? Bonjour. Dit is het mooiste wat er is. Zo. Goed. Kijk, hier kun je de zeehonden mooi even op je buik liggen. Kijk, zie? Mooi, hè? Dit is het mooiste wat we hebben. Met kleine sigaartjes. En hoeveel kost het om hier binnen te komen? De entree. Nou, dat is het dus niet. Niet? Nee. Ja. Ja. Maar waarom heeft u dit dan allemaal ingericht hier? Ja, omdat de mensen gewoon bij de zeehonden op bezoek willen komen. Ja, maar ik ga naar Artis, dan moet ik 27,50 betalen. Ja, maar dat is een dierentuin. Ja, maar dan heb ik wel het gevoel dat ik die dieren ook... Hè, dat, ik vind dat best veel geld, maar dan denk ik, nou, dan krijgen ze beter hokken. Dus dat betaal ik met liefde. Dus waarom zouden de mensen hier niet... Nou, ik vind... 300.000 keer 2,50. Dan verwachten ze misschien ook wel kunstjes. Hè? Mensen verwachten dan ook iets. Ja. En het kan best zijn dat hier geen één zeehond is. Dat er misschien één of twee zeehonden zijn. Dat kan. Als iedereen weer beter is, dan krijgen ze informatie. Maar wij moeten nu wel, want we krijgen nu geen btw terug. Dus de manier van denken, zoals wij denken in Pieterburen, dat past niet in onze maatschappij. Jongens, is er wat te zien? Gods. De eerste die me in mijn kuiten bijt, die is nog niet jarig, hè? Sjoen. Kijk dan, laat ze allemaal liggen. Ondankbare honden. Ik moest een aardig vissoepje van maken, wat hier allemaal nog ligt, hè? Hé, hey, er is een drol hier. Ja, heb jij gedaan, hè? Weg, drol. Eten! Mangiare! God, wat hebben ze honger, hè? Ik heb post, want ik heb, moet kijken, allemaal vrijwilligers. Tsjechië, Hongarije, Engeland, Slowakije. En die moeten allemaal antwoord. Dat zijn allemaal mensen die willen hier stage lopen. Maar ik heb ook een brief uit Japan. Ja. Geachte mevrouw het hart. Nou, weet je het echt zeker? Ik ben woonachtig in Japan en ik volg u al geruime tijd met veel interesse. Gaan we straks fijn zwemmen in de Noordzee. Gaan we weer terug. Waar we vandaan komen. Doen we nog een rondje draaien. Ja, goed zo. Ja. Nog een rondje. Ja, goed zo. Rondje? Rondje? Ja, kijk dan.
We zitten eigenlijk, we zouden eigenlijk een nieuwe auto moeten hebben. Want de auto die we nu hebben, die moet heel duur gerepareerd. En dat geld hebben we ook niet. En dan zitten we eigenlijk een beetje van... Zorgen. Maar dat is hier altijd. Geld, en dan geen entreevragen, want we zijn er principieel in. Maar wel... Vreselijk, ja. Hoe verschrikkelijk. Maar goed. Maar is hier niet een directiesponsoring nodig? Want dit bedrijf dat runt nu op donaties, op vrijwilligers. Geen entree, ja, op principes runt het ook. Ja. Maar er is natuurlijk... Ik bedoel, iedereen wil toch zijn naam verbinden aan een vrouw als Leni met een groot hart. Goed, Toyota, laten we daar eens mee beginnen. Nou, kom op. Niemand daar. Goedemiddag, met Lammene Parking. Ja, hallo. Spreek met Toyota dealer. De importeur spreekt. Heel goed. Ik ben op zoek naar meneer Lauwman. Milan Delay. Zo'n hekel aan die muziekjes bij dat wachten. Phil Collins. Ik ben op zoek naar meneer Lauwman. Is die aanwezig? Nee, die zit in het buitenland. En waar is hij daar te bereiken in het buitenland? Nee, erg moeilijk. Oh, het is nogal dringend namelijk. Is er iemand anders, zeg maar de eerste beste onder meneer Lauwman aanwezig dan? Nee, die zijn op het moment ook buiten het huis. Dat is ook niet handig. Nee. Nee. Goedemiddag, ingenieur. Goedemiddag, u spreekt met Milan Delahaye, personal assistant van Leni het Hart in Pieterburen. Ja. Ik ben op zoek naar de directeur. Die zit op het hoofdkantoor. You've reached Nissan Europe's PR department. Please leave your name and a message after a final tone. Thank you for calling Nissan. Wat is dit nou voor gekut? Ja. Ik krijg een bandje bij het hoofdkantoor op klaarlichte dag. Een ogenblikje? Ja. Gaan we weer. Elton, wat is dit? John Lennon. Dan kan zijn dat ze in vergadering zitten. Dan kunt u misschien later nog even proberen. I believe that you love me. Forget your... Wat is dit? Don Johnson. Ik kan hem niet zingen. Maar voordat u verder gaat, ja. Ik neem aan dat u vraag gaat over sponsoring. Nou, ze heeft een nieuwe auto nodig. Zo. Dit is een kist waar zo'n beest in moet. Dus zo, dat moet in die auto passen. Is 1 meter. Wel een joekel in. Ja, moet erin passen. Nee, ik zal nog maar eens proberen. Ik ben benieuwd welk wachtmuziek ik nu weer krijg. U had mij gebeld. Ik had u gebeld. Ik heb namelijk een geweldige sponsoraanbieding voor u. Het punt is, wij gaan eigenlijk hier niet over. U moet eigenlijk Nissan Nederland bellen. Ja, maar er zijn een hele hoop mensen niet aanwezig hier in verband omdat ze aan het verhuizen zijn vandaag. Nee. U spreekt nu met de beveiliging van het gebouw waar ze nu wel naartoe zijn. Doe maar zeg, de beveiliging! Jawel. Als ik nou bijvoorbeeld een order wil plaatsen voor 85 van die Range Rovers van jullie. Nou, dat is een ander merk. Verkopen jullie. Een petrol, hoe heet dat? Ja, een petrol GF. Die? Dat is een hele grote. Ja, daar wil ik er 50 van bestellen. Wie moet ik daar hebben? Nissan Motor Nederland en die ligt op zijn wips. Ja, dat is toch mooi lullig voor ze. Ja? Goedemiddag! Oké. Bye. Helemaal gestoord van. Mijn privébestand is... De Amsterdam Entertainment Company, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben op zoek naar meneer Waco Kao. U spreekt met Milan Delahaye. Ik spreek u door, nog een blikje. Dank u wel. Ik heb zelf geprobeerd om wat sponsors te vinden. Ik heb, ze heeft bijvoorbeeld een four-wheel drive nodig. Jullie zijn toch sponsor-experts? Ik zit toch goed hier? Ja, klopt. Een juk met een stropdas zoek ik eigenlijk. Zien jullie daar brood?